Maar dat zal niet het laatste woord zijn. Hè. De rapporten zal aangepast worden. Hè. Want ik ga naar de directeur. En die weet wel dat mijn schoonbroer in de gemeenteraad zit. Of ik ga naar de inspecteur. Als het moet, hè, neem ik een advocaat. Ik zal zijn boekje open doen over de broer van dat schooljuffrouwke. Dat hij aan de drugs zit. Jezus is goed. Van die vieze grijze. Maar ik vind het wel zijn goed recht zich dood te roken. En als hij in zijn tuin loopt, meneer de juge, dan waait die rook met de westenwind onze kant uit. En ik ben allergisch tegen sigarettenrook. En ik heb mijn dokter al op een attest gevraagd, maar die wil mij dat niet geven. De dag na mijn 17e verjaardag heb ik het thuis verteld. Wat doet ge ons aan? Snikte mijn moeder. En mijn vader zweeg met een vertrokken gezicht. Mijn ouders, het waren goede mensen. En hun onbegrip, hun afwijzing sneed mij diep door de ziel. Mens, mens? Houd jij uw verdomde mening maar voor u en voor uw Dominiekske, hè? En zie dat uw nek niet ontploft, hè? Het is niet omdat je een micro kunt vasthouden dat je moet denken dat je ook kunt zingen, hè? Uw dikdoenerij had mij de keel uit. En uw gemakzucht. Wat zij is mijn vrouw, zij is mijn lief, zij is vriendin en minnares. Al zoveel jaar, in elk seizoen, en nu nog meer dan toen.